Waar het crisis leek te zijn, was bij PSV aan het begin van dit seizoen. Na de uitschakeling tegen Oshak. Was er heel veel onrust in Eindhoven. Er werd aan de stoelpoten gezaagd van Philippe Cocu en die van Marcel Brands. Maar goed, feit is, PSV is nu koploper. 15 punten na 6 wedstrijden. Aan de telefoon hebben we Adek Koot. Adek, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent meervoudig landskampioen. U won de Europa Cup 1 met PSV. U speelde onder andere met Ruud Gullit, Ronald Koeman, Romario. Hoe kijkt u nou naar het huidige PSV? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik woon in Frankrijk, dus ik volg het niet op de voet. Oké. Cocu is natuurlijk al een enkele jaren bezig met wisselend succes. Brands is bezig al enkele jaren, denk ik, met succes. Ze staan nu weer bovenaan, dus het is elke keer het is één grote achtbaan. Mm-hmm. Voetbal. En de ene keer zien we alles negatief en twee weken later is alles weer positief. Ja. Dus ja. Ja, want ik benoemde net al even, u won de Europa Cup 1 in 1988. U won zelfs de treble, moet ik eigenlijk zeggen. Maar eveneens ging daar voorafgaand een matig voorseizoen. Hoe hebben jullie destijds die rust bewaard in jullie elftal? Of bij de club, kan ik beter zeggen. Nou, rust was er niet. We hadden een matig voorseizoen. Maar vanaf de eerste competitiewedstrijd hebben we gewonnen. En volgens mij, de eerste keer dat we gelijk speelden, was ergens in februari, maart. Ja. Dus dat was een hele korte periode. Gullit was vertrokken. Van der Gijpen, die was weg. Tegenover waren Kieft en Lerwie gehaald. En Gilhuis. Dus allemaal minder grote voetbalsterren. Mm-hmm. En inderdaad, in de voorbereiding klikte het helemaal niet en ging het helemaal niet. Maar dat was alleen maar de voorbereiding. Ineens de eerste competitiewedstrijd, boom, stond er en was het goed. Dus dat was maar een hele korte periode. En op dat moment kun je toch niks anders doen dan roeien met de riemen die je hebt. Adek, jij zegt al, Gullit vertrok toen. Je hebt later ook Koeman zien vertrekken. Daar worden dan nieuwe spelers voor gehaald, zoals je net al aangaf. Dit seizoen is er ook ervaring vertrokken uit Eindhoven. En wordt er verwacht van een Van Ginkel, een Hendricks, dat die dan opstaan en de kar gaan trekken. Hoe moeilijk is dat? Je hebt het destijds zelf ook meegemaakt om dan van een teamlid op te staan naar echt een dragende speler. Ja, dat is niet eenvoudig. En vooral bij clubs als PSV is er al een stempel op je gedrukt vanaf het moment dat je de eerste week binnenkomt. En om dat onder dat stempel weg te komen, dat is heel moeilijk. Maar we hebben het natuurlijk wel over 25 jaar geleden. En voetbal en de maatschappij is veranderd. Ja, tegenwoordig is de druk natuurlijk ook een stuk groter. Sta je sneller in de picture? Ja, je staat sneller in de picture. Ja, je staat meer in de picture. Ja, ja. Je krijgt ook jonger veel meer geld. Mm-hmm. Dus dat zorgt ook voor ander gedrag. Waar je er gewoon vanuit zo hard mogelijk werken en zo goed mogelijk voetballen. En dan ergens op onze 27e, 28e gingen we dan echt goed verdienen. Maar volgens jou is op dit moment tussen de huidige PSV-selectie en Philippe Cocu, daar is niks mis mee, als ik je zo beluister. Ik zit er te ver vanaf om daarover te kunnen oordelen. Okay. Ik kan me voorstellen, nou, hoe lang zit hij er nou? 5 jaar? Ja, sinds 2013 geloof ik, ja. Al dan niet als assistenttrainer, wisselend met hoofdtrainer. Dus ja, op een gegeven moment, dat is wel bekend, is de relatie op. Maar ja. Of die op is, ze staan bovenaan, dus ja. Is het niet gewoon het niveau wat er is. Mm-hmm. Dat ze voetballen naar het niveau wat ze hebben. De echte toppers die spelen helaas niet meer bij PSV of Ajax of Feyenoord. Maar die spelen in Duitsland. Ja, en over het buitenland gesproken. Jij woont nog in Frankrijk. Er zijn heel veel Nederlandse spelers op dit moment actief in Frankrijk. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Want ja, je hebt nu bijvoorbeeld een Memphis en een TT bij Lyon. Je hebt El Ghazi bij Lille, je hebt Sneijder bij Nice. Maar zij hebben eigenlijk allemaal wel moeite om zichzelf aan te passen. Hoe zie jij dat? Ja, het voetbal in Frankrijk is gewoon van heel hoog niveau individueel gezien. Ik denk dat het niveau in Nederland tactisch beter is. Dus tactische school in Nederland is beter. Maar met alleen tactisch
goed zijn, blijf je niet overeind in Frankrijk. In Frankrijk moet je fysiek, is het voetbal heel, heel sterk. Mm-hmm. En als eerste moet je zorgen dat je fysiek overeind blijft. En als je dat doet, als Nederlander in Frankrijk, dan kun je een meerwaarde zijn voor Franse teams, omdat je tactisch beter geschoold bent dan de Franse voetballers. Ja, maar goed, in principe is met een Depay en met een TT is fysiek toch niet zoveel mis? Nou, ja, je moet wel tegen, inderdaad, maar dat zeg je naar Nederlandse maatstaven. Ja. Ja, naar Franse maatstaven, bijvoorbeeld een Rekik, die in Nederland toch een... Beer van de verdediger was. Ja. Ja, die is compleet onder water gegaan in... bij Marseille, gewoon op fysiek gebied. En fysiek bedoel ik kracht en snelheid en vlugheid. Dus Adek, ja. als ik goed begrijp, moet je in Frankrijk eigenlijk eerst letterlijk je mannetje staan, voordat het op daadwerkelijk individuele klasse en dus meerwaarde voor een team aankomt. Ja, ja, heel duidelijk. En er zijn maar heel weinig Nederlanders die dat gelukt is in het land. Is dat ook de reden, denk je, dat ja, op uitzondering van jou na, dat de gemiddelde Nederlander, dan bedoel ik niet de jongens als rap en dergelijke, maar niet zo heel lang in Frankrijk spelen, maar een half jaar of een jaar of twee seizoenen, omdat dat tot dan vaak ergens botst, ongeacht hun posities? Ja, het is ook een heel andere cultuur en je moet je aan kunnen passen aan die cultuur. Dat is ook wel een... Maar wat is daar zo lastig aan dan? Ja, de Fransman. Wij Nederlanders zijn heel hard naar elkaar. Mm-hmm. En er is heel veel sociale controle onder Nederlanders. Een collega mag je uitschelden als je wat fout doet en vice versa. En zo proberen we al schreeuwend elkaar beter te maken, roepen we dan. Maar al schreeuwend proberen we ook onze positie te winnen in een kleedkamer. Is die... In Frankrijk... Fransen zijn veel aardiger en vriendelijker en beleefder naar elkaar. Onderschatten wij dat, of Nederlandse spelers, hoe belangrijk die kleedkamer is en het sociale gebeuren daar? Want jij hebt in jouw tijd meegemaakt hoe de trainer Susic eigenlijk ja, via een soort van muiterij werd geprobeerd afgezet te krijgen. Is dat in Frankrijk een stuk anders, zeker onder Franse spelers, dan wij gewend zijn in Nederland, waar toch vaak een veel internationalere kleedkamer is? Internationale kleedkamer is het in Frankrijk ook wel, hoor. Alhoewel, ja, in de kleinere clubs. Ja, dat is compleet anders. Ik weet niet hoe het nu is, hè, in de moderne tijd. Mm-hmm. Maar toen de tijd, hoe dat in Frankrijk ging, ja, ik zou er boeken over kunnen schrijven. Zo amusant was het, maar zo vreemd was het ook. Het is een hele andere cultuur. De Fransman, ja, die zit veel individualister in elkaar. De Nederlander is heel collectief denkend. Wat ik al zei, sociale controle. Nou, in Frankrijk moet je echt niet iets tegen een collega zeggen, want dan begint hij of te huilen of hij begint je terug te slaan. Ja, dat is wel heel anders dan in Frankrijk. In Frankrijk gaat alles veel liever en vriendelijker met elkaar om. En dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. En daar moet je je aan kunnen passen als Nederlander. En ik denk dat daar heel veel Nederlanders dat onderschatten inderdaad. Dat het, en gewoon het fysiek hoge niveau. Nergens lopen zulke sterke, fysiek en snelle en vlugge spelers rond. Ja. In Frankrijk. En dan kom jij als Nederlander, bijvoorbeeld een Rekik, die komt naar Marseille. Ja. Dan doet Rekik er een seconde over om te draaien. En dan de speler is dan al 10 meter weg. Ja, want wordt de Franse competitie in jouw optiek aan zich sowieso onderschat? Want wij hebben het in Nederland vaak in de topcompetities over Engeland, Spanje, Duitsland. Maar Frankrijk, ja, dat hoor je toch niet 1, 2, 3? Nou, ik zeg altijd, de Franse competitie is individueel gezien de sterkste in Europa. Dat blijkt ook wel hoeveel Fransen er... Doorbreken. In de andere competities rondlopen in Europa. Ja. Gewoon individueel is het niveau enorm hoog. Op fysiek gebied, op technisch gebied. En op met fysiek bedoel ik kracht en snelheid en vlugheid. En ja. Dat wordt onderschat. Dat niveau is gewoon heel hoog. Collectief schort het er wel een beetje aan bij de Fransen. Omdat de Fransen gewoon een heel individueel... denk het volk is en moeite heeft met zich collectief in een collectief te scharen. Dus ik zeg niet dat de Franse competitie
En de Franse clubs van een absoluut hoog niveau zijn. Typisch Frans is ook dat ze de ene week de sterren van de hemel spelen en de andere week doen ze helemaal niks. Ja. Ja. Frankrijk is niet één van de grote competities. Maar individueel gezien om als individu overeind te blijven, is het misschien wel een van de zwaarste competities in Europa. Dus eigenlijk als je een hele goede voetballer wil worden, die misschien nog her en der wat aan zijn weerstand wil doen, dan moet je naar Frankrijk als een sterker worden en dynamischer mee kunnen. Ja, nou, dat is een goede. Zo zou je het kunnen redeneren. Maar dan, plus dat je heel veel leert. Hè. Ik ben naar Frankrijk gegaan. Ik had wel Frans op school gehad, maar ik had er 3 in de tweede. Toen ben ik ermee gestopt. Je leert ook Frans praten. En je leert cultuur. Je leert wijn drinken. Je leert lekker eten. Je leert zwarte wieveren. Gewoon, het is goed leven in Frankrijk. Okay. Dat, maar, ja, dat lijkt maar me je moet aan de andere kant wel aan die cultuur kunnen wennen. Dat lijkt me een hele mooie afsluiter, Adik. Heel erg bedankt in ieder geval dat je dit voor ons wilde toelichten en voor je tijd in onze uitzending. Oké. Okay.